Here we go! Geweldig! Jullie weer te zien, team. Surgen hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Vandaag gaan we verder met een PvP video. Want in de vorige video dat ik jullie heb gevraagd, heb ik een aantal Pokémon ter suggestie gekregen welke ik moet gaan gebruiken. En, moet ik het wel even laten zien, een record. Want als we naar battle gaan, dan kan je alleen kiezen uit de Master League, Retro Club of Master League Classic. Nou, dan moet ik voor level 43 nog een aantal Master League battles winnen. Nou, dat moet ik meteen even zien. Dat zie je hier zo. Ja, inderdaad, nog 29 keer. Dus, het leek me tof om een Master League Pokémon te kiezen. Nou, dat is mooi. Dan gaan we even terug naar, naar de comments die ik heb gekregen. Ik heb namelijk twee Pokémon, twee keer gekregen volgens mij, voor de Master League. Laten we even kijken. Garchomp, dat is één. Garchomp kan voor de Ultra League worden, of voor de Master League. Nog een keer Garchomp. Dus dat is twee keer de eerste. En dan hadden we nog eentje, Palkia. Dat was de volgende. Palkia. En als het goed is had hij nog een keer Palkia. Vaporeon, Altaria, nee, oké. Okay. Nou, dan is Garchomp helaas de winnaar geworden in dat geval. Palkia is ook de toffe. Maar ja, het is Garchomp geworden. Hoe we met een Garchomp een team kunnen bouwen. Ik heb er wel wat gekeken. Dan moet ik namelijk één Pokémon nog een move geven. En dat is Lugia. Lijkt me namelijk een hele goede switching. Dus allereerst even een andere fast move. Want ik wil namelijk Dragon Tail. En ik wil ook een tweede aanval voor dat ding. En dat is Sky Attack. Mooi, dat is top. Nou, dan hebben we dat alvast gelukt. Dus die gaan we als switch gebruiken. Dragon Tail. En dan was het Sky Attack. Dat is top. Dus dat hebben we in ieder geval al gedaan. Dus ben ik op het volgende team gekomen. Want wat dus de bedoeling is van, van de Pokémon ervoor. Is dat je shields weg neemt. Zodat Garchomp op het einde kan sweepen. En Machamp, geweldig. Dat is de andere Pokémon die ik dus niet wilde zien. Nou, we schakelen gewoon Lugia. Ik vind het allemaal prima. We gaan gewoon kijken wat hij kan. En Melmetal. Dat is nou echt een hele slechte switch voor mij. Ik wilde zeggen slecht begin van deze video, maar ja, dat was niet echt goed Nederlands als je dat zegt. Oké, hij wint CMP. Ik ga gewoon voor de Aeroblast, want ik heb echt geen, ja, Sky Attack wordt hem ook niet. Rock Slide is super effectief en hij heeft er al twee. Dus ja, ik ga gewoon voor de Aeroblast om misschien iets van een shield te forceren. Of misschien zelfs een attack buff te krijgen. Want dat kan ook met Aeroblast, dat je attack omhoog gaat. Kijk, dat is toch aardig wat hoor. Jongen. Nou, dat gaat het niet worden in ieder geval. Oh, weet het. Een tweede Aeroblast, want hij heeft al, ja, nu sowieso twee Rock Slides. Misschien wel meer dan dat. Dus dat gaan we niet doen. En hij gaat ook geen superpower gooien. Dat zou ik wel willen, want dan worden zijn defense iets lager. Maar helaas. Dus we gaan het op deze. Ja, misschien ook wel met de Aeroblast moeten dreigen. Want dat was misschien. Oh, nou, kijk eens aan. We hebben een shield. We hebben een shield te pakken, jongens. We hebben een shield. Dat is belangrijk. Dat is niet verkeerd. En dan kunnen we ook nog een tweede Sky Attack afgooien. Kijk, dat is helemaal. Dat, ja, nou, haast droomscenario. Haast droomscenario. Even kijken. Kijk, oké, okay, dat is niet erg. Dan denk ik, nu is heel mijn spel gewoon helemaal van slag af, jongens. Het spel is helemaal van slag af. Want ik denk ook van, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier nou in dit spel? Hoe kan dit? Hoe kan nou een Melmetal moeten shielden op een Lugia? Nou, dat wordt heel erg vast. Even kijken, wat was ook weer de lead? Dat was ik ook weer vergeten. Dat was de lead ook weer. Machamp was het. Machamp. Ik ga denk ik gewoon voor Garchomp. Oké, hij loopt nu vast. Ik vind het prima. Mensen wachten ook nooit op mij, dus ik vind het ook prima. En joh, als je wil niet weten hoe vaak ik heb gewacht op andere mensen. En ik vervolgens gewoon werd het valt verloren. Dat is wat ik wil zeggen. Nou, dat tappen we niet meer in natuurlijk. Dus ja, dat gaan we ook niet doen. En hij gooit ze met Chamber in. Dat is ook trouwens wel een outfit gooien. Dat is een beetje zonde trouwens. Nu er een Mudshot extra te gooit. Dat is een beetje zonde van de energie. Maar ja. Mag niet klagen. Ik heb net een Pokémon gratis uitgeschakeld. En dan ga ik klagen over dat ik een extra Mudshot gooi. Nou. Ik weet niet wat er met het spel aan de hand is. Maar ik heb wel gewoon goede internetverbinding. Dus daar kan hij liggen. En we hebben gewoon een kill. Dat is ook te mooi. Die vent wel. Nou, daar is hij van stop. Ja, sorry. Sorry jongens. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Zoals je kunt zien.
We hebben nu al 5 van de 30 Master League Battles gewonnen. Eindelijk een tweede battle gevonden. Misschien dat Peter even mijn spel opnieuw op kan starten, want het gaat heel erg moeizaam momenteel. Maar we hebben gelukkig een goede lead dit keer. Dat is ook wel tof. Toadkiss, zeker ook een interessante lead. Oeh, dat is een lastige pick. Toadkiss is zeker ook een interessante lead. Want omdat hij de Groudon verslaat, het verslaat natuurlijk de draken. Dus het is zeker wel een interessant ding. Ik hoop het niet. Kijk, beter. Ik hoop inderdaad niet dat het een Shadowball is. Nou, dat is het gelukkig nog niet. En ik hoop ook niet dat hij een boost krijgt. En we gaan dan lekker voor de Outrage. Super effectief. Misschien dat hij denkt dat ik Sand Tomb heb. Nou, dat is niet het geval. Dus ik hoop dat hij misschien niet shoot. Kijk, dat komt altijd als een verrassing, hè, voor die mensen. Ongelooflijk. Deze gaat denk ik... Oeh, ja, als het een Shadowball is, dan weet ik het niet. Ik durf hem wel aan. Het zal waarschijnlijk de Shadowball zijn. Hoop ik dat hij overleeft. Dat is inderdaad net dat hij hem overleeft. En dan top, want dan heeft Toadkiss heel weinig farm. Kijk, die hoeft maar één ding te doen. We zijn neer. Dus ja, die heeft ook geen energie of zo die wij... hoe heet het? Ik ga hem trouwens snel inschakelen, want dit hebben een goede lead. Dus hij heeft nu ook heel weinig energie van mijn Darksom gekregen, zeg maar. Dat is ook ideaal. Gaan we eens even kijken of dat we snel uit kunnen of de aanval kunnen afgooien. Maar dat is gelukt. Zo. Dan ga ik gewoon lekker doorfarmen, want ja, hij kan alleen maar een flamethrower gooien. En dan gaan we nu inderdaad nog een workslide gooien, want ja, als hij geen flamethrower gooit, dan hoeven we ook geen shoot te gebruiken. En dan hebben we wel nog wat energie en een aardig frisse moment al over voor de laatste Pokémon. Dus kan ik sowieso nog iets van schade aanrichten. Nou, dan lopen we weer vast. Oké, dat is niet erg, want nu kunnen we ook gewoon shielden. Kunnen we lekker opsparen voor de laatste Pokémon, om daar misschien nog een superpower of een rockslide op af te gooien. Misschien gaat hij wel switchen, je weet het niet. Nee, hij gaat niet switchen. Dus we gaan lekker farmen, zoveel mogelijk. Even kijken tot hoe ver we kunnen gaan. Tot dit. Nou, en dan doen we gewoon alsnog een rockslide gooien, want ja, ik heb ook geen zin om dan ook weer een beetje te gierig te worden. En dat we dan alsnog een extra shield of ja, alsnog zonder een Memeltal al zitten. Kijk, en dat is top. Want dan gooien we deze gewoon lekker direct. En dan kunnen we met Lugia alleen maar Sky Attacks gooien en lekker Dinners doen. Kijk, ideaal. We kunnen Sky Attacks gooien en Dragon Tails. Nou, dan zijn we als het goed is wel. Eigenlijk hoeven we maar tot 2 Dragon Tails op te sparen. Ik ben benieuwd wat dit is. Een Iron Head of een Thunder. Of een Draco Meteor kan ook, maar... Dat vond ik nog heel erg snel voor. Een Iron Head. Oké, nou prima. Ja, want hij moet nu wel de Dinus shielden, de Sky Attack. Dat is ideaal natuurlijk. Want ja, wie wil er nou een Sky Attack shielden op een Dialga? Eigenlijk niemand. Dus daar gaan we. En dan zijn we eigenlijk al bijna bij de tweede Sky Attack. Nou, die hebben we nu al. En dan zal die waarschijnlijk wel doden. Dus dat was ook wel een redelijk goede pot, moet ik zeggen. Ja, die eerste was natuurlijk... Ja, die was gewoon eigenlijk fraude. Want ja. Ja, hij viel niet aan tegenstander. Ja, dan houdt het op. Maar dit was een mooie lead. En ook maar uitgespeeld. Ondanks dat natuurlijk... wel maar uitgespeeld. Want we hadden inderdaad gewoon echt goed getimed. En dat ding nog goed ingeschat eigenlijk. Komt misschien een beetje egoïstisch over, maar het klopt. Het past allemaal, het klopt gewoon. Het is allemaal prima. Nou, dan komen we weer met een Lugia en een Darkstomp. En dan gaan we naar de derde battle. Kijk, nu vinden we wel meteen iemand. Hopelijk betekent dat het spel ook weer een beetje bij aan het komen is. We zijn trouwens ook veteran, dus nog maar 1 rank volgens mij. En we zijn legend, dus dat gaat ook lekker. En nou, als het zo door blijft gaan met deze Legioners, dan... Jeetje. Kijk, en nu gaan we uiteraard naar een Lugia switchen, want ja... Crowdon kan alleen maar firepuntjes gooien. En dan ga ik, denk ik, voor alleen maar Sky Attacks. Denk ik. Of voor Aeroblast. Zullen we gewoon Aeroblast doen? Want Aeroblast, dat kan natuurlijk onze aanval ook verhogen. En dan kunnen we weer tegen Dinners kunnen we weer wat extra schade aanrichten tegen die Toadkiss. En dan wordt het gewoon helemaal. Dan wordt het gewoon helemaal, hoe heet het? Hoe moet ik zeggen? Dominantie, dat is wat ik wil zeggen. Dominantie. Proberen zoveel mogelijk te farmen, want hij komt wel erg snel bij firepuntjes, zeg. Jeetje, Mina. Dat is snel. Ik hoef maar echt 2 of 3 Dragon Tails en hij heeft er weer een firepunch te pakken. Dat vind ik ook wel interessant. Oké. Nou, we gaan gewoon lekker voor de Aeroblast. Ik denk niet dat hij hem shoot, want hij weet ook wel dat we dit makkelijk winnen, deze matchup. Hij shoot hem wel, laat maar zitten. Nou, wat hij wil. Misschien dat hij dan voor de dubbel shoot gaat. Hier gaan we ook gewoon voor een Sky Attack en dan ga ik wel Garchomp inswitchen. Maar ik wil gewoon even wat extra schade op die
dinners hebben. Dan misschien beter voor een strijd te kunnen. Oh, nou, dat was geen excellent. Oké, okay. Dat is helemaal prima. Want nu kunnen we gewoon makkelijk een auto's afgooien. Nou, dat is super effectief. Dus ja, wat wil ik nog meer? Wat wil ik nog meer? Wordt dit een... Ik ga hem wel gewoon shielden, want misschien is het een shadowball. Kijk, helemaal top. Nu spelen we echt geweldig, want we dodgen de aanvallen die het meeste schade doen. En ja, we hebben ook de Pokémon precies zo gelined dat ze dat ik hun kan verslaan. Hè? Ik heb Totekiss, heb ik niet op mijn Dark Souls staan. Nu wel, maar ja, Dark Souls heeft alles al gedaan. Die heeft gedaan wat hij moest doen. Eén outlet afgooien en het is klaar. Dus nou, nog één outlet op die Totekiss voor de lol. En die komt helemaal goed. En hebben we natuurlijk met Ludia over nog maar één Aeroblast af te gooien, denk ik. En misschien dat mijn Meowth nog een superpower af kan gooien. En dan is het ook afgelopen. Moet wel oppassen trouwens. Nee, of niet. Ik ga snel mogen twitchen. Oeh, dat doet hij slim. Kijk, nu gaan wij snel superpower afgooien. Want als het goed is dan inmiddels ook al de timer is opgelopen. Dus dan kan ik de Ludia direct switchen. Dat ga ik nu doen. En dan hoeft het ook geen... Kijk... Ja, hoef ik ook geen Fire Punch of Earthquake op mijn Dinnis te pakken. Ideaal. Moet wel een beetje oppassen dat natuurlijk Ludia nog... Kijk, nu heb ik inderdaad 2 Fire Punches. Dat is ook niet handig. Oeh. Nee, ik ga wel mijn Dinnis bewaren hoor. Dat doe ik wel. Ik hoef nog maar één superpower de Dinnis af te gooien. Dat is helemaal correct. Ik ga denk ik deze shoenen. Kijk, en dan kunnen we gewoon een rotslide gooien. Hoef ik ook niet mezelf te debuffen. En hoop ik... Het is nog een best spannende pot geworden, jongens. Ik moet eerlijk zeggen. Ik speel hier niet... Het laatste gedeelte speel ik niet super. Ik moet oppassen dat ik natuurlijk niet... hoe moet ik het zeggen? Te veel farm, want dat is ook een beetje zonde. Ik moet gewoon eigenlijk direct gooien, want ik had een rotslide klaar. En dan hoop ik dat hij niet nog bij een dinners kan komen. Een flamethrower. Hier schrik ik gewoon van mezelf. Want dit is dan... Ik sta er zo goed voor. En dan verpest je het zo. Ja, stom. Heel stom. Krijg je terug van die eerste... pot, die ik natuurlijk misschien ook oneerlijk won. Maar dit had nooit mogen gebeuren, dat is gewoon zonde. En normaal gesproken ben ik daar veel boos over, dus... Het valt nog mee hoe ik nu reageer. Maar goed, 1 verloren, dat kan. Een 4 om 1 is alsnog netjes. Maar dit mag gewoon niet meer gebeuren, zo simpel is het. Deze gaan we ook shielden. Dan hoop ik dat ik... Even kijken hoor. Kijk, ideaal. Dan vang ik een gedebuffde superpower. 4 keer resisted door Ludia op mijn Ludia. Ideaal. Helemaal niks. Dus in plaats van dat ik heel veel schade op mijn Dinnis ontvang, op mijn Meltal, doe ik die amper schade op mijn Ludia. Nou, geweldig. En dan gaan we ook gewoon lekker voor de... Aeroblast, dit is een Dinnis, een Ironhead. Dus maak me ook geen zorgen om. Nou, een spannende lied, want ik vind, Dinnis, Mirrors vind ik nooit leuk. Maar hopelijk kunnen we alsnog uit deze spannende pot een overwinning pakken. Oké, okay, dat is jammer. Maar ik denk niet dat het erg is. Ik had misschien beter ook voor de Aeroblast weer kunnen gaan. Maar dat maakt niet uit. Het is lastig. Ik kan het beste tot 2 superpowers opsparen als ik met mijn Meltal inkom. Ja, ik had misschien wel een Dinnis kunnen krijgen. Een tweede Aeroblast. Ik ben benieuwd wat hij hier gaat gooien. Ik ga hem wel shielden. Ironhead, dat is jammer. Misschien nog beter ietsje kunnen overfarmen, maar... Ach ja, dat maakt niet uit. Het is maar even wat het is. Dit wordt echt nog een spannende pot, want ik heb natuurlijk... dat is niet handig.
dat is niet handig. Dus gelukkig gooi je geen superpower, want dat was nog erger geweest. Maar nu kan hij misschien alsnog een Draco Meteor of een Thunder gooien. Kijk, daar komt hij. En dat is ook niet. Ja, het valt mee. Hij moet toch sowieso één superpower voor Rotslide gooien. Dan kan hij. Ja, dat win ik. Ik ben eerder bij zijn superpower of de Rotslide dan bij hem. Dan hij. Dus wat dat betreft maak ik me daar niet zo zorgen om. Als hij met mijn Meltdown in komt. Dit is dan dus. In principe moet Garchomp dit kunnen winnen. Want hij hoeft maar één Outrage uit te gooien. En dan is deze dood. En dan ja, kan Dinners ook niet meer. Kijk. Ideaal. Ik moet nu even zoveel mogelijk farmen. Gooit de superpower, dat is prima. Dan hoeven wij nog maar een paar mudshots voor een tweede outrage. En dat moet voldoende zijn om Dinners te doden. En als goed is kunnen we een shadowban nog overleven, dacht ik. Hoop ik. Anders dan gaan we weer gewoon zonde. Het zou zonde zijn als we nu weer verliezen. Daar komt de shadowban, overleven we dat. Als ik daar niet had gewacht met klikken en had geklikt of op het scherm had getikt, dan hadden we hem niet gehad. Dan hadden we verloren. Jeetje, spannende pot. Spannend. Dit is wel echt, het is wel een leuke video. Dat moeten jullie toegeven. Dat moet je toegeven. Die eerste was apart. Die derde was heel stom voor mij. Maar dit was wel een hele spannende. Nou, dan gaan we wel eens een beetje een aparte ding is dit. Nee, hier gaan we niet switchen. Hier gaan we gewoon door met mijn Meltdown. Het is geen ideale lead. Sterker nog, het is ook een best buddy. Dus dat is helemaal niet ideaal. Maar als ik ga switchen, wordt het helemaal erg. Dus ik kan het beter niet doen. Ik moet hier gewoon zoveel mogelijk Rotslide afkrijgen. En dan met Lugia de rest farmen. En dan hopen we dat misschien iets van een shield pak van die Giratina. Maar dat zal waarschijnlijk niet. Want hij heeft nog maar één Ominous Wind te gooien. En dan is het over. Dus het is een lastige lead. Als we dit winnen, dan ben ik erg trots. Een 3-2. Ja, het had een 4-1 moeten zijn. Dan kan ik dan met deze. Nou, dat is ook lekker dit. Kijk nou jongens. Dat is weer het voordeel, het lekkere van dit spel. Af en toe jongens, dan word je er zo moe van. Ik ga maar even zo doen. Ik denk dat hij me gaat neerhalen, gaat neerfarmen. En dan zou je natuurlijk net zien dat als we wel een excellent hadden gehaald op die tweede rotsluit, dat we dan... Ja, nog wel tot een dinner hadden gekomen. Laten we kijken of dat uitmaakt, ja of nee. Maar hij gaat hem gooien, Ja, had misschien net een shield kunnen... Als ik, ja, dan had ik net misschien met Lugia een dinner... had ik hem neer kunnen halen. En die zou ik waarschijnlijk een dinner af kunnen krijgen. Een Snorlax is dit, oké. Interessant. Goede switch trouwens. Snorlax. Lastige pot. Ik ga gewoon voor de Earthquake. Meestal zien ze dat namelijk niet aankomen. Omdat er meestal Sandchomp wordt gerund op Garchomp. Maar jeetje, dit is een lastige pot dit hoor. En dan zou je, ja, maar dan misschien beter twee keer Outrage kunnen doen, zit ik te bedenken. Want ja, een Earthquake gaat sowieso niet in één keer Snorlax neerhalen. En dan had je net, ja, dan had net even wat meer energie kunnen hebben voor de volgende Pokémon. Ja, nou, het had niet super veel uitgemaakt, denk ik, maar... Lastige... Oh, hij doet nog shielden. Oké. In ieder geval een shielden pakken, dat is even plus hoor, want ik heb geen flauw idee natuurlijk nog wat die derde Pokémon kan zijn. En mijn Meltdown, geweldig. Heel pittig dit. Het is een goed team. En het was een... als we dit nog winnen, vind ik het heel knap. Laat het daarop houden. Ik krijg een attack. Nou, dat is misschien... Dat is een van de... Oeh, en ik moet natuurlijk... Of een shed. Ik ga er denk ik eentje gebruiken voor deze. En dan moet die andere moet echt voor Dinners bewaren. Voor die Giratina. Want die waarschijnlijk nog een shadowball openstaan. En dat doet veel meer schade dan zijn rockslide. Oeh, dit is spannend jongens. Ongelooflijk. Oh, we krijgen gewoon de attack boost ook nog, zeg.
Ja, die Giratina kan ik trouwens nog wel farmen met Dragon Tail, denk ik. Maar dan moet hij natuurlijk geen Shadow Ball afkrijgen. Dus dat is een beetje het probleem. Kijk, dat is mooi. Ja, dat moet je natuurlijk niet... Ja, loopt het spel weer vast. Kom op nou, jongens. Ik denk dat hij nu gaat switchen naar Giratina. Om meteen die Shadow Ball af te krijgen. Ja, dat dacht ik al. Dacht ik al. Ik weet niet of dat uitmaakte dat mijn spel vastliep. Maar dit is dan net waarschijnlijk die ene move die ik dan mis. Waardoor ik net geen Skytard afkrijg. Hé, jongen. Dat is ook weer zo stom van het spel. Nu gaan we gewoon 3-0 af. En dan ook al met die eerste of die derde pot. Dat is gewoon zo zonde, zeuren. Kom nou op. Ah, dat is zo zonde dit. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Maar het gebeurt wel. En dat is zo balen. Nou, wel een Frillis. Dat is wel een toffe Pokémon. Ah, dat... Dit team zit meer potentie in. Ik moet er misschien nog wat meer mee oefenen. Want ook, ja, ik merkte inderdaad ook bij die derde pot was dat volgens mij dat ik inderdaad te langzaam switchte. Maar volgens mij ja, was inderdaad de Togekiss. Ja, als Togekiss inderdaad elite is, moet je altijd switchen naar Garchomp. Want ja, dat is de laatste Pokémon die je tegen een Togekiss wil hebben. Dus dat had sneller moeten ook. Nou ja, oké. Okay. Wel een 3-2. En ja, het was... Ja, die twee potten. Eentje verloren, eentje gewonnen was natuurlijk... Ja, dat was gewoon karma. Dat was gewoon karma. Dat was eigenlijk gewoon karma. Dus ja, dat is wat het is. Maar goed, dat was dus de video. Ik ben natuurlijk erg benieuwd wat je van deze video vond. En wat voor ja, wat jouw suggestie is voor de volgende keer. Palkia dan, voor de Master League wordt er waarschijnlijk. Maar laat maar gewoon de suggestie achter. Dan zien we het wel bij de volgende video hoe of wat. Nou, als jij natuurlijk een keer met Garchomp of Master League speelt. Welk team speel je daarin? Lijkt me ook hartstikke tof om te horen. En dan ja... Wil ik jullie alleen nog maar bedanken voor het kijken. Bedanken voor jullie geweldige support. Want het wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.